FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sport, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. Welkom bij weer een aflevering van FC Den Bosch TV. Hier staan twee heren, Post en Postuma. We hebben allebei gekeken naar de wedstrijd tegen FC Eindhoven en FC Den Bosch. Paul, wat vond je ervan? Ik was aangenaam verrast. Snel op achterstand komen in de crisissituatie van FC Den Bosch. Ik hield mijn hart vast, maar uitstekend hersteld. Prachtige doelpunten, verdiende overwinning. Degenen die thuis zijn gebleven, die hebben wat gemist, hè? Die hebben ontzettend veel gemist, maar gelukkig is er nog FC Den Bosch TV en kunnen ze nagenieten. Straks de beelden natuurlijk, dankjewel Paul. Okay. Straks de beelden natuurlijk dan met degene die de doelpunten maakte, Zelde Rust. Natuurlijk Bruno Appels, die mocht invallen in de tweede helft voor Kees Heemskerk. En gewoon de doelpuntenmakers, Almalcom Essayas, ook hij was er natuurlijk bij. Dus blijft u lekker kijken naar deze beelden. Eindelijk weer een overwinning. En op de achtergrond hoort u de juichgeluiden van Den Bosch. Dat is lang geleden dat er gejuicht werd in de kleedkamers van FC Den Bosch. Drie dagen na het verlies tegen Achilles thuis, 1-2, pijnlijk en onnodig, kwam de volgende tegenstander alweer op bezoek in de Vliert. En dat was FC Eindhoven, de kerkverse kampioen van de derde periode. Ja, en dan is het erop of eronder voor FC Den Bosch, want deze wedstrijd moet natuurlijk gewonnen worden. Maar dat valt niet mee, want Eindhoven heeft een aardige ploeg. Den Bosch via de gevaarlijke ingooi van Jonas Heijmans zoekt meteen de aanval. Zit dan, Toko zit daar uitstekend nog tussen. En krijgen we de eerste scrimmage al voor het doel. Aardig schotje van Virgil Zelderust. Maar Ruud Swinkels is natuurlijk hier op zijn post. De wedstrijd was heel aardig, maar hier toch weer een wel heel makkelijk door de verdediging van Den Bosch heen. En is het Castaneer die het laatste tikje kan geven. Kansloos voor Heemskerk, maar wel heel makkelijk zoals de aanvallers van FC Eindhoven door de verdediging van Den Bosch heen kunnen snijden. En dat betekent na 8 minuten al een 0-1 achterstand. En dat is een koude douche voor de Bosselaren die eigenlijk aanvankelijk goed begonnen waren. Hier een aardig voorzetje, Slivka. Nou, daar gebeurt wel het een en ander, maar blijkbaar niet genoeg om daar een penalty voor te geven. Hier een poeier van Essayas die net voor het doel langs gaat. Maar in ieder geval liet Den Bosch zien niet uit het veld geslagen te zijn en op zoek te zijn naar de gelijkmaker. Hier een misseltje wat bijna Zelde Rust de gelijkmaker oplevert. De Toko zat daar finaal naast de bal, maar helaas Zelde Rust had zijn vizier op dat moment nog niet helemaal scherp staan. Hier aanvaar, aardige voorzet. Slivka, wow, wat een doelpunt zeg. Vikinta Slivka, wat een doelpunt zeg. Die gaat de boeken in, 9,5 zou ik zeggen op de schaal van 10. Mooie voorzet ook van Havaar en keurig afgewerkt, dat betekent de gelijkmaker. Hier Heemskerk die met twee vuisten de bal wegtikt en ineens op de grond achterblijft. Had al last van zijn ribben, in vorige wedstrijd een blessure opgelopen. En hier kreeg hij weer een tikje mee van een van de aanvallers van Eindhoven. Kan dan nog eventjes doorgaan, maar wellicht dat hij in de tweede helft niet meer terug zal komen. Maar goed, Den Bosch verder in de aanval. Kregen de smaak een beetje te pakken. Hier een aardige paas van Biemans richting Havaar. Oei, die kan daar net niet tussen. Toko, die kan er nog net met zijn kruintje bij. En dat betekent een hoekschop die overigens niks opleverde. Ruud Swinkels, oh, die gaat daar heel slim langs Kaluta. Maar hier in de laatste seconde voor rust wordt de bal ingegooid. Komt de bal op de grond? Nee, het is nog iets eerder. 1-2'tje. Ja, via Essayas. En is het toch Zelde Rust die uiteindelijk net voor rust de 2-1 intikt. Wat een verlossing is dat voor hem. We gunnen het om zijn kraken. Hij heeft zoveel kansen gehad de afgelopen weken. En nu eindelijk gaat die bal eens over de lijn en tegen het net. En zelfs William Vloed kan daar een buikinkje voor maken voor dit doelpunt. En dan hier Appels Bruno. Hij is er weer bij. Hij moet invallen voor Heemskerk die blijkbaar te veel last heeft van zijn gekneusde ribben. En Den Bosch ging door. Hier, Zelde Rust. Aardige voorzet. Essayas, vergeet die bal in te tikken. Hij had er zelf waarschijnlijk niet meer op gerekend. Dat was al de kans om op 3-1 te komen. Dan is de wedstrijd waarschijnlijk gespeeld. En nu gaat Eindhoven naar door. Maar hier Vossenbelt. Mooie aanval van Den Bosch voor achter Havaar. Dan is het Essayas. Daar gaat hij. Op de knieën van wederom Swinkels. Nog een schot. Vossenbelt. Raken links naast het doel van Eindhoven. Den Bosch gaat door via Havaar. Oeh, dat was iets te kort die bal. Vossenbelt. Zo, stevige overtreding. Lijkt me een gele kaart, maar toch niet. En dan is een kopballetje.
Maar daar zit ook weer de verdediging van de Bos goed tussen. De bal gaat naar voren via Essayas. Mooie actie van Essayas. Gaat de bal naar Havar. Uitgeweken naar de buitenkant. Dat kan niet. Op snelheid. Maar ja, één speler, twee spelers. Ietsje te veel. Iets te enthousiast van Arda. Die het zo graag een goede actie wil maken. Maar goed. Eindhoven geeft het toch zeker niet op. Hier via die gevaarlijke spelers. Vooral natuurlijk Kannepeel. Dat is de gevaarlijke spits van Eindhoven. Die heeft er al heel wat doelpunten gemaakt. Hier Vossenbelt. Probeert het ook eens van een afstandje. Maar die bal die gaat wel een metertje of vier naast het doel. Maar toch blijkbaar nog via een Eindhoven speler levert een hoekschop op. Die overigens geen doelpunt opleverde. Eindhoven. Ja, toch blij met die derde periode. Maar hier een verkeerde terugspelbal. Kaluta en Swinkels. Met Swinkels net een fractie van een seconde eerder bij de bal. Anders was het natuurlijk al feest geweest bij In de Vliert. En gaat Eindhoven nog steeds verder via diezelfde Kannepeel. Ik zou zeggen, laat het niet te veel schieten. Maar daar zit gelukkig Appels uitstekend tussen. Prima redding van deze Belgische keeper. Ga er maar aan staan naar een zo lange blessure. En dan in moeten vallen tegen zijn goede tegenstander. Hier weer een razendsnelle aanval via Essayas. 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 Is het dan toch Kaluta? Ja, die wordt dan ineens door twee man op de huid gezeten. En dat kan hij helaas niet bolwerken. En is deze kans weer verdwenen. Zelfde rust. De man van de vrije trappen. Bal wordt aardig doorgekopt. Net naast het doel. Weer een aardige mogelijkheid. Goede kopbal van Aziz Kaluta. En Den Bosch, ja, we wachten eigenlijk op de 3-1. Misschien via die voorzet van Maatsen. Wordt de bal ingekopt? Nee, in tweede instantie via Havar. Komt er nog een voorzet uit. Wordt gewoon in allerlei toestanden weggetrapt gewoon. Eindhoven weet het eventjes ook niet echt meer. En schiet dan de bal gewoon naar voren. Ja, daar staat daar toevallig die hele slimme Kannepeel weer. Die legt daar Biemans in de luren. Komt er misschien een mogelijkheid voor Eindhoven, het schotje. Maar Appels staat uitstekend te keepen, valt prima in. En dat betekent dat hij in ieder geval nog geen doelpunt heeft toe moeten staan. Krijgen we nu een uittrap van Appels aan de rechterkant. Maatsen gaat daar de lucht in, kopt de bal door. En dan is het Slivka die bal aardig doorspeelt naar Kaluta. En dan met een gelukje Essayas. Zelderus gaat op de keeper. Zelderus. En dan is het uiteindelijk de bevrijdende 3-1. Virgil Zelderus die deze kans uitstekend benut. En de bal prima in het doel werkt in de linker benedenhoek. Kansloos Ruud Swinkels. En dit betekent dan een minuutje of 10 voor tijd. Uiteindelijk de beslissing. De verlossende treffer voor FC Den Bosch. Dat eindelijk weer eens aan een overwinning kan ruiken. Ja, er is natuurlijk nog 12 minuten te gaan. Maar dan moet het wel heel erg gek gaan. Hoewel, een paar weken geleden was het in 10 minuten gebeurd. Maar zoals Den Bosch afgelopen vrijdag speelde, dan moet het eigenlijk goed gaan aflopen. Blije gezichten natuurlijk bij Den Bosch. Bij de doelpunten maken, maar ook bij de mensen langs de kant. En Wiljan Vloed zag dat het goed was en deed, jongens, kom op, nog even tegenaan. Het is nog 12 minuten. Essayas die een uitstekende wedstrijd speelde. Maar Eindhoven ging nog door. Hier Appels op tijd zijn doel uit. Tikt die bal weg. En krijgt misschien Den Bosch ook nog een kans voor 4-1. Wederom Essayas. Daar gaat hij. Zelfde rust van zijn hat-trick. Wordt van de lijn afgetikt. Nog een keertje. Maar dat is dezelfde actie. Maar zo dicht zat hij bij zijn hat-trick. Maar dat zat er helaas niet in. En de scheidsrechter die fluit voor de laatste keer. Dat was Rob Dieperink. En eindelijk weer eens lachende gezichten bij FC Den Bosch. Eindelijk weer eens een overwinning geboekt. En een goede overwinning met heel aardig spel. En dat heeft wat hoop voor de toekomst. Ze gaan zich presenteren bij de supporters die over deze wedstrijd zeer tevreden kunnen zijn. Den Bosch wint weer eens een keertje en met 3-1 tegen Eindhoven. Tikje in de 8e minuut, dat tegen doelpunt, dat was wel heel makkelijk, hè? Ja, dat was veel te makkelijk. Veel te makkelijk in het duel. Daar moet je veel meer geven, moet gif in zitten. Des te knapper is dat je toch naar die tegenslag na 10 minuutjes toch terugkomt. En even wat moeilijk nog had, maar toen hebben we 20 minuten prima voetbal gespeeld. En ik denk dat de ruststand ook heel terecht was. Toch lekker hoor, zo'n 3-1 overwinning. Ja, prima. Hadden we ook hard nodig. Hè. We hebben tegen Achilles was het gewoon pijnlijk. We hebben veel kansen gehad, niet gescoord. Wel beter gespeeld dan Achilles, maar vandaag hebben we gewoon beter gevoetbald. En dat vind ik het belangrijkste, dat we gewoon kijken naar het proces waar we in hebben gezet. Want dat resulteert eigenlijk dat er dadelijk een stabiel iets staat waar we uit kunnen bouwen tot iets moois. Kijk, je kunt praten wat je wil, maar overwinning is het beste voor het zelfvertrouwen. Eindelijk, daar was hij dan, hè?
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Eindelijk, het belangrijkste is de 3 punten. En dan scoor je zelf ook 2 goals. En dat is gewoon fantastisch. Is lekker. Het is al een tijdje geleden dat je gescoord hebt. Weet je zelfs nog wanneer voor de laatste keer? Nee, wat je zegt, het is een tijdje geleden. En, maar ja, het belangrijkste is dat we gewoon de 3 punten houden. En dat je dan scoort is lekker voor mij, voor mijn zelfvertrouwen. Want ik heb een paar kansen gehad die er niet in gingen. En dan gaan er nu 2 in, dat is gewoon heerlijk. En welk gevoel gaat dan door je heen, vraag je dan als verslaggever? Eindelijk. Eindelijk die goal en brengt ons op voorsprong. Net voor de rust, dat is helemaal heerlijk. En daar was hij weer, Bruno Appels. Ja, inderdaad, het is een tijdje geleden. Hè. Ik heb bijna een jaar geleden, denk ik, mijn laatste wedstrijd hier gespeeld. Iets minder dan een jaar. En, nu sta ik hier terug. Hè, ja. Het kan gek lopen in de voetballerij. Ben je blessure eindelijk voorbij? En dan de eerste beste wedstrijd dat je op de bank zit, geeft Heemskerk aan dat hij niet meer verder kon? Ja, inderdaad. Ja, maar goed, dat is mijn job in principe. Als je als tweede keeper aan een wedstrijd of je op het wedstrijdblad staat, dan weet je altijd dat je scherp moet zijn. En, het gebeurt maar zelden natuurlijk dat de keeper uitvalt. Was geen... Maar ja, je deed het ook, want je had een paar aardige reddingen. Ja, goed. Ik heb gedaan waarvoor ik er sta, denk ik. Een paar keer de ploeg kunnen helpen. En, ja, daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Een paar aardige saves, maar ook bij een scrimmage waar niemand meer op een gegeven moment zag waar de bal was. En wij keken, maar hij lag bij jou in je armen. Ja, en daar lag je goed. Hè? Dus ja, nee, inderdaad. Ja, af en toe moet je wat geluk hebben. En inderdaad, die scrimmage. Het was een beetje grabbelen dan, maar uiteindelijk kwam je in mijn handen, dus geen probleem. Vertel eens, met name de eerste goal was je al bij betrokken? Ja, de eerste doelpunt, daar trainen we ook eigenlijk op. Ingooi van Jonas, verlengen van Aziz. En ja, dan moeten wij als buitenspeler, Virgil en ik, in de 16 zijn. En we waren daar. Ik kreeg die bal en ik zag gelijk Virgil bewegen. Niet nadenken, ik gaf hem gelijk en hij ronde hem goed af. Ja. Bijna zelf ook nog gescoord, hè? Kreeg je toch een aardige kans? Ja, het was een hele mooie actie. En ja, eigenlijk, ik denk dat hij moest gewoon erin. En dan was het gelijk beslist, de wedstrijd. En dan konden we gewoon niet rustig aan doen. Maar dan was het voor Eindhoven aan hun weer dat ze moesten terugkomen. Eindelijk weer eens lachende gezicht in de kleedkamer. Jawel, ik hoor al nu het geluid. het is heel hard nu en we gaan dadelijk gewoon weer door. Morgen zijn we vrij en maandag gewoon weer keihard trainen weer. En dan volgende week zondag tegen je oude ploeg, hè? MVV? Jawel, richting Maastricht. Het is altijd mooi om terug te komen bij een club waar je bent begonnen. En, voor ons is het gewoon weer zaak dat wij gewoon daar eerst goed trainen en zorgen dat we daar zondag goed resultaat neerzetten.